Hey jongens en meisjes, welkom hier in de klas van meester Freek. Deze les gaat over virussen. En dan in het bijzonder het coronavirus. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Het kost levens. Je hebt hier natuurlijk al heel veel over gehoord, gezien en gelezen. Maar omdat je nooit letterlijk oog in oog kan komen te staan met een virus, is het best lastig om te begrijpen wat een virus nu precies is en waarom een virus soms zo gevaarlijk kan zijn. Daarom wil ik jullie nu stap voor stap uitleggen. 1. Wat virussen zijn. 2. Waarom virussen gevaarlijk kunnen zijn. 3. Wat dieren zoals dromedarissen, schubdieren en vooral vleermuizen hiermee te maken hebben. En 4. Wat er aan de hand is met het coronavirus. En niet onbelangrijk, wat jullie zelf kunnen doen om te helpen. Onze wereld barst van het leven. En lang niet alles wat op aarde bestaat, leeft op dezelfde manier. Planten en paddenstoelen bijvoorbeeld, die leven ook. Maar die doen dat heel anders dan wij. Wij mensen, maar ook andere gewervelde dieren, dat zijn dieren met een ruggengraat, zijn maar een klein deel van wat er allemaal op aarde leeft. Wij bestaan uit maar liefst 30 tot 40 triljoen cellen. En een triljoen is een 1 met 18 nullen. Die celletjes die werken allemaal samen en die vormen één geheel, één lichaam, namelijk jij. Maar er zijn ook levende wezens die veel kleiner zijn en die maar uit één cel bestaan. Denk maar aan bacteriën bijvoorbeeld. Sommige van die bacteriën die kunnen niet zomaar overal leven. Die hebben iemand nodig om te overleven. Bijvoorbeeld een mens. Zo leven er veel bacteriën in onze darmen. En dat is helemaal niet erg. Want dit zijn goede bacteriën die ons helpen. Bijvoorbeeld door ons eten te verteren. Maar naast deze goede bacteriën bestaan er ook een hoop slechte bacteriën. En die komen overal in onze omgeving voor. Die zouden ons ziek kunnen maken als we ze binnenkrijgen. We wassen ons natuurlijk niet voor niets elke dag. Naast bacteriën bestaan er dus ook virussen. En het woord virus stamt af van het Latijnse woord voor gif. Lang geleden, namelijk in de 19e eeuw, ergens tussen 1801 en 1900, kwamen wetenschappers erachter dat bepaalde ziektes veroorzaakt werden door een soort deeltjes die kleiner waren dan bacteriën. Maar destijds konden ze die deeltjes niet zien, want er was nog geen elektronenmicroscoop. Deze deeltjes waren zo klein, zelfs kleiner dan een cel. Met het blote oog zijn virussen dan ook niet te zien. Maar met de juiste microscoop ziet een virus eruit als een soort bolletje. Het is niet meer dan een flintertje erfelijk materiaal, zoals DNA, met een beschermend jasje eromheen en allemaal spannende uitsteeksels. En daarom noemen we het ook het coronavirus. Het lijkt namelijk wel alsof het bolletje een soort kroontje draagt. Een veelgestelde vraag is of virussen nou leven. Net als bacteriën, schimmels, planten en mensen. Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. En veel wetenschappers zeggen dan ook dat virussen een beetje in een soort grijs gebied zitten. Tussen leven en niet leven in. Dit klinkt heel gek, maar het heeft ermee te maken dat virussen zichzelf niet zomaar kunnen vermenigvuldigen. En dat is toch wel de essentie van het leven. Virussen kunnen dat dus niet zomaar. En hebben daar altijd een levende cel van een dier voor nodig. Bijvoorbeeld die van een mens. Maar hier kom ik straks nog even op terug. Oké, jongens en meisjes, even rustig alles op een rijtje. Om te snappen wat virussen zijn, heb ik jullie verteld over cellen. Wij mensen bestaan uit 30 tot 40 triljoen cellen die allemaal samenwerken en die één geheel vormen. Er bestaat ook leven dat maar uit één cel bestaat, zoals goede en slechte bacteriën. En ik heb je verteld over virussen, die zelfs nog kleiner zijn dan één enkele cel. Virussen kunnen overal naar binnen piepen, omdat ze ongelooflijk klein zijn. Maar vergis je niet, want ook al zijn ze klein, ze zijn wel heel krachtig. Virussen willen zich maximaal vermenigvuldigen en verspreiden. Je zou het zelfs een soort van overleven kunnen noemen. En de enige manier waarop een virus dat kan doen, is door een levende cel binnen te dringen en alles wat erin zit te kapen. Wat dat betreft zijn virussen net hele kleine piraatjes.
Virussen hebben dus altijd een levende cel nodig, zoals die van een mens of een ander dier, van een plant of zelfs een bacterie, om te overleven. En dat noemen we dan hun gastheer. En ook al zitten wij helemaal niet op deze gasten te wachten, toch zijn wij op dit moment gastheer voor bijvoorbeeld dit coronavirus. Virussen gebruiken de cellen van hun gastheer om zichzelf te vermenigvuldigen en te verspreiden. En als een virusdeeltje niet op tijd een goede gastheer vindt, dan gaat het kapot. Virussen hebben altijd bestaan en ze zijn lang niet altijd gevaarlijk. Ze horen er gewoon bij. Niet elk virus is ook een piraatje. Er zijn ook virussen waar je niet ziek van wordt. Gelukkig heeft het menselijk lichaam veel wapens. Het eerste is natuurlijk je huid. Die beschermt jou heel goed, maar minder als hij kapot gaat. Daarom moet je een wondje altijd meteen ontsmetten. Het tweede grote wapen, dat is jouw afweersysteem. Dat zijn de witte bloedcellen in je bloed. Die gooien als echte politieagenten ieder piraatje dat je lijf binnenkomt, hop, in de cel. De meeste boosdoeners maken zij dus meteen een kopje kleiner. Maar sommige virussen zijn lastiger te pakken. Die worden bijvoorbeeld door je witte bloedcellen niet herkend als gevaarlijk. En die kunnen gewoon hun gang gaan. En als die virussen eenmaal je lichaam binnen zijn, doen ze net alsof zij de baas zijn. De virusdeeltjes dringen lichaamcellen binnen en vertellen vervolgens die lichaamcellen wat ze moeten doen. Namelijk, hier komt ie, het virus zo vaak mogelijk kopiëren. Dus nog veel meer virusdeeltjes maken. Je eigen cel wordt ineens omgetoverd tot een kopieerapparaat voor dat virus. Doordat zo'n gekaapte cel het virus maar blijft kopiëren. En er in één cel, en dus uit één virusdeeltje, wel honderden of soms zelfs duizenden nieuwe virusdeeltjes worden gemaakt, gaat die cel uiteindelijk kapot. De gloednieuwe virusdeeltjes gaan de cel uit en dringen allemaal elk weer een andere cel binnen. En die laten zich ook allemaal weer kopiëren. Al die kapotte cellen, die komen in je bloedbaan terecht. Je afweersysteem schrikt, paniek in de tent, het slaat alarm, het verzamelt zijn troepen en vecht tegen deze vijand. Je wordt ziek, je lichaamstemperatuur gaat omhoog en je krijgt koorts. Meestal wint je lichaam het van de vijand en word je beter. Bam! 1-0 voor jou. En die overwinning is extra speciaal, want de herinnering aan die overwinning wordt in jouw lijf opgeslagen. Met andere woorden, dat specifieke virus komt op de zogenaamde zwarte lijst van de politiebloedcellen. We noemen dat met een moeilijk woord immuniteit. Als je dus een bepaald virus hebt gehad, dan kun je er daarna immuun voor worden. Soms voor een paar jaar, soms zelfs levenslang. En dat betekent dat als precies datzelfde virus onverhoopt opnieuw je lichaam binnenkomt, jouw witte politiebloedcellen het meteen al herkennen. De politiebloedcellen zetten zich schrap op zouten. Toch betekent dit niet dat je nooit meer ziek wordt. Want virussen kunnen zichzelf helaas veranderen. Ze evolueren. En als dat gebeurt, dan herkent jouw afweersysteem de nieuwe vermommingen niet. En dan is de stand helaas weer gelijk. Bam, 1-1. Bovendien liggen er altijd piraatjes op de loer die nieuw zijn voor de mens. Zoals bijvoorbeeld dit coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Wauw, virussen kunnen dus ongelooflijk gevaarlijk zijn. Als piraatjes kruipen ze een cel in en nemen de controle over om vervolgens zichzelf te vermenigvuldigen. Ik zet weer even alles op een rijtje voor jullie. Luister goed. Ik heb jullie verteld dat virussen een gastheer nodig hebben om te overleven. Een levende cel van bijvoorbeeld mensen, planten of dieren. Gelukkig hebben wij mensen ook wapens. Onze huid beschermt ons en onze witte bloedcellen jagen als echte politieagenten op de indringers. Goed om te weten is dat niet alle virussen gevaarlijk zijn voor mensen. Die politieagenten zetten bovendien de virussen die al eens lang zijn geweest op de zogenaamde zwarte lijst. Zo kun je immuniteit opbouwen. Helaas veranderen virussen ook nog wel eens en ontstaan er nieuwe, zoals nu gebeurd is met het coronavirus. De politie herkent ze niet en de piraatjes kunnen volop hun gang gaan. In de natuur draait alles om overleven. En dat is voor virussen niet anders. Maar de meeste virussen, de meeste piraatjes, kunnen niet zomaar in elk levend soort dier overleven. En dat komt omdat elke cel van elke diersoort een bepaalde pincode heeft. Onze cellen
menselijke cellen, hebben ook een eigen pincode. En het virus waar we nu last van hebben, heeft onze code stom toevallig gekraakt en dat gebeurde in China. We weten het niet 100% zeker, maar dit virus kwam mogelijk bij een schubdier vandaan. Het virus had dus vermoedelijk alleen de pincode om te overleven in de cellen van een schubdier, maar nadat hij veranderd was, oftewel nadat hij was geëvolueerd, kon hij ineens de pincode van menselijke cellen lezen en zich vermenigvuldigen binnenin ons lichaam. En dit proces, het overspringen van een ziekte, van een dier naar de mens, noemen we met een moeilijk woord een zoonose. Dat overspringen gaat trouwens niet zo heel makkelijk. Ten eerste komt dat door die verschillende pincodes van de cellen. Bovendien komen veel van die wilde dieren die virussen bij zich dragen van nature helemaal niet dicht bij mensen. Een schubdier zou in zijn leven weinig mensen zien, laat staan aanraken. Maar helaas worden schubdieren ook veel gestroopt, verscheept, illegaal verkocht aan markten in onder andere Azië. En ja, daar vinden mensen nou eenmaal helaas schubdiervlees heel erg lekker en worden de schubben verkocht als medicijn. En op zo'n markt lopen natuurlijk heel veel mensen bij elkaar en wordt er veel met de dode schubdieren gesleept. Perfecte plek voor een piratenactie. Tja, dan gaat het overspringen ineens een stuk makkelijker. Je vraagt je af, gebeurt het echt? Dit overspringen is trouwens al vaker gebeurd. Het eerste SARS-virus bijvoorbeeld sprong in 2003 over van civetkatten op de mens. Nadat die civetkatten het vermoedelijk weer van vleermuizen hadden opgelopen. 9 jaar later, in 2012, sprong het zogenaamde MERS-virus over van dromedarissen op de mens. Nadat de dromedarissen het waarschijnlijk ook weer van vleermuizen hadden opgelopen. Van het ebola-virus heb je waarschijnlijk ook wel eens gehoord. Ook dit virus sprong in de afgelopen jaren meerdere keren over op mensen. Vermoedelijk zelfs via meerdere gastheren, zoals onder andere gorilla's, chimpansees, bosantilopen, stekelvarkens, die het vermoedelijk ook allemaal weer opgelopen hadden van, ja, daar zijn ze weer, vleermuizen. Zoals je hebt gemerkt komen de vleermuizen steeds weer terug in dit verhaal. Op zich ook niet zo raar, want 25% van alle zoogdiersoorten is een vleermuis. Er zijn wel meer dan 1200 soorten. En vleermuizen hebben een ijzersterk immuunsysteem en kunnen dus heel veel virussen bij zich dragen. Vaak zelfs zonder ziek te worden. Vleermuizen zijn namelijk veel beter bewapend tegen virussen dan andere dieren. Zodra een virus het lichaam van een vleermuis binnensniekt en een cel binnendringt, geeft die cel meteen een seintje aan de andere cellen in de buurt. Pas op, virus! De andere cellen gaan dan onmiddellijk op slot. Zo wordt het voor een virus veel moeilijker om zich te vermenigvuldigen. En zoals je weet, is dat zijn doel. Het gevolg hiervan is dat vleermuizen weliswaar vol zitten met vaak kleine hoeveelheden van allerlei virussen. Vaak tientallen tot soms wel meer dan 100 verschillende virussen waar ze zelf niet of nauwelijks ziek van worden. Maar dit is nog niet alles. Die virussen hebben zo alle tijd om zich aan te passen en om te veranderen. Ze blijven aanwezig in de vleermuizen en de infectie gaat op een heel laag tempo door. De virussen worden sneller, beter en efficiënter, krachtiger. Je zou kunnen zeggen dat de piraatjes en vleermuizen onbewust worden getraind om betere piraatjes te worden. Om die reden zijn de virussen die sluimeren in vleermuizen altijd zo dodelijk wanneer ze overspringen op een ander dier zoals een mens. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Zoals ik net heb uitgelegd, kun je dus immuun worden voor een virus. Dat gebeurt als het virus op de zogenaamde zwarte lijst van je politiebloedcellen staat. Maar we kunnen onze politiebloedcellen ook trainen en zo een virus op de zwarte lijst krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een prikje waarmee een ongevaarlijke kopie van het virus of een stukje van het virus in je lichaam wordt geïnjecteerd. De politiebloedcellen kunnen zo alvast dat virus leren herkennen en hem hop op de zwarte lijst zetten. En dit proces noemen we vaccineren. Komt het virus dan onverhoopt een keer voor het echi
om de hoek kijken, dan moet hij rennen voor zijn leven. Want dan maken je politiebloedcellen hem meteen een kopje kleiner. Maar wat is dan nu het probleem met het nieuwe coronavirus? En waarom verspreidt het zich zo ongelooflijk snel over de hele wereld? Het antwoord op die vraag is eigenlijk best eenvoudig. Het virus is efficiënt en wordt ook redelijk makkelijk doorgegeven, zelfs via de lucht. Even ter vergelijking, het Ebola-virus wordt vooral doorgegeven door direct contact met bijvoorbeeld bloed. Dat gaat dus veel minder makkelijk. Wat ook meespeelt in de snelle verspreiding van dit coronavirus, is dat je het virus waarschijnlijk kunt doorgeven zonder dat je zelf erg ziek bent. Bovendien is dit virus zo nieuw dat het in ons lichaam nog niet op die zwarte lijst staat. Kortom, we zijn niet immuun. En omdat het zo nieuw is, hebben wij nog geen vaccin of virusremmer tegen. Daar wordt nu wel door wetenschappers van over de hele wereld keihard aan gewerkt. Maar dit gaat gewoon niet van de ene op de andere dag. Aan de ene kant hebben we dus het gevaar van het virus zelf, waar je heel erg ziek van kan worden. En aan de andere kant hebben we het gevaar dat iedereen het virus tegelijk krijgt. En dit gevaar speelt nu heel erg, want ook al wordt lang niet iedereen erg ziek, iemand die het virus bij zich draagt, kan dus wel anderen aansteken. En die op hun beurt is ook weer anderen. Zo gaat de ziekte als een olievlek de wereld over. En wat gebeurt er nou als iedereen tegelijk ziek wordt en er heel veel mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen? Precies, dan raken de ziekenhuizen overvol en de zorg overbelast. Dat moeten we zien te voorkomen. Stel je voor dat alle dokters, verpleegkundigen, bakkers, politie, juffen en meesters, vrachtwagenchauffeurs, winkelpersoneel, journalisten en nog veel meer, dat die nou allemaal tegelijk ziek worden. Wie zorgt er dan voor de zieken? Hoe kom je dan aan eten? En hoe kom je dan aan informatie? Dan is het ook nog eens zo dat heel veel mensen extra kwetsbaar zijn. Zoals ouderen of mensen die al ziek zijn. Hun afweersysteem is al heel druk bezig. En voor hen kan het virus dus extra gevaarlijk zijn. Zeker als er in ziekenhuizen geen plek meer voor ze is. Of er geen dokters zijn om ze te helpen. Je had vast nooit verwacht dat dieren zoveel te maken hebben met de verspreiding van virussen. Virussen hebben een soort pincode nodig om een cel binnen te kunnen dringen en het nieuwe coronavirus heeft de pincode van de mens gekraakt. Het coronavirus is super efficiënt en kan zelfs doorgegeven worden door de lucht. Bovendien kun je anderen besmetten zonder dat je zelf erg ziek bent. Het COVID-19 virus is ook zo nieuw dat het nog niet op de zwarte lijst van onze witte bloedcellen staat. In de hele wereld zien we dat nu te veel mensen tegelijk ziek worden en daardoor raken de ziekenhuizen overvol. En dat is waarom het zo belangrijk is dat wij allemaal zoveel mogelijk binnen blijven. Gebruik je gezonde maatschappelijke verstand. Zodat we de besmettingen onder controle houden. Het gaat er dus niet alleen om dat je zelf gezond blijft, maar vooral ook dat zoveel mogelijk mensen nu even gezond blijven en niet geïnfecteerd raken met dit virus. Dat kunnen we wel, toch? En verder natuurlijk regelmatig goed je handen wassen, 1,5 meter afstand houden van elkaar en hoesten of niezen in je elleboog. Goed, jongens en meisjes, ook ik draag mijn steentje bij. Ik blijf voorlopig gewoon lekker thuis. Maar ik ga natuurlijk wel keihard aan de slag met nieuwe lessen over bijzondere dieren. En ik hoop jullie allemaal er ook weer snel te zien in de klas. Dank voor het kijken. Dit was Meester Freek. Later. Ja, wat leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Helemaal te gek. Vergeet niet je te abonneren op mijn kanaal Freek TV en plaats je reactie op mijn Instagram of Facebook account. Die kun je vinden in de beschrijving hier beneden. Dit was Freek. Later.